Welkom bij Renato's Fitness. En in deze video wil ik jullie uitleggen hoe je een trainingsschema maakt. Een trainingsschema is eigenlijk niks meer dan een soort plan. Planning van wanneer je welke oefeningen doet, welke spiergroepen je traint, hoe vaak en hoeveel. Waarom is een trainingsschema belangrijk? Omdat je dan een plan hebt van wat je gaat doen. Je maakt meetbaar en overzichtelijk van hoe vaak je iets doet, wanneer je iets doet, wanneer je, hoe vaak je bepaalde spiergroepen traint, etcetera. Er zijn heel veel verschillende manieren om een trainingsschema te maken. Er zijn heel veel soorten. Voor elk doel zijn ook weer andere concepten. Maar ik wil gewoon een paar algemene regeltjes met jullie bespreken. En dat maakt niet uit of het nu om bodybuilding gaat of fitness, of dat je wilt afvallen. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Er zijn ook een paar globale algemene regels voor. Nou, het lichaam is verdeeld grofweg in twee soorten spieren qua functie. Duwspieren en trekspieren. Duwspieren zijn de grote spiergroepen, de borst en de schouders. Het gaat om het bovenlichaam. En de hulpspieren daarbij zijn natuurlijk de tricepsspieren. Qua trekspieren heb je de rug, de grote rugspieren, de latissimus dorsi, dus de grote vleugels als het ware, de onderrug en natuurlijk de traps, als trekspieren. En natuurlijk zijn de biceps natuurlijk de spieren die daarbij meehelpen. Qua benen, dus onderlichaam, heb je dus ook de strekkers, de duwers, dat zijn dus de bovenbenen. En de buigers, dat zijn de hamstrings. Je hebt natuurlijk de kuiten, maar kuiten zijn meer stabilisatiespieren. Maar als je het echt wil, als je die ook wil categoriseren, zijn het ook duwspieren. Als je kuiten traint, dan duw je dus een gewicht omhoog wat op je schouders rust. Over het algemeen kun je zeggen dat er twee manieren zijn om die twee soorten spiergroepen, dus duw- en trekspieren, te verdelen in een trainingsschema. Je kunt dus alle duwspieren en alle trekspieren in één sessie doen. Bijvoorbeeld, ik noem maar iets. Stel je traint drie keer per week, maandag, woensdag en vrijdag. Kun je bijvoorbeeld maandag de duwspieren doen. Dus ga je eerst borst doen, een grote spiergroep. Daarna kun je triceps gaan doen. En misschien zelfs borst, schouders, triceps. Je kunt ervoor kiezen om de trekspieren in één sessie te doen. Dan heb je dus rug en biceps in één sessie. Plus je kunt bijvoorbeeld de benen in één sessie doen. Sommige mensen doen bijvoorbeeld ook benen en schouders in één sessie. Dus dan heb je bijvoorbeeld maandag borst, triceps, vrijdag rug, biceps en woensdag benen en schouders. Een voorbeeld te noemen. Je kunt de duw- en trekspieren ook delen. Dus bijvoorbeeld op maandag borst en biceps. De gedachte erachter is dat je dus als je borst traint, natuurlijk je triceps ook heel moe maakt. En gebruikt en traint. Dus het is slimmer om dan bijvoorbeeld biceps te doen. Dus de antagonist van de triceps. De antagonist betekent de tegenovergestelde spier. Dus train je op maandag bijvoorbeeld borst en biceps. Op vrijdag dus rug en triceps. En op maandag weer die benen en schouders. Dat kan. Er zit niet echt een regel in wat je wat moet. Het is ook een goed idee, eigenlijk een vereiste, om de zoveel weken, bijvoorbeeld om de 6 weken of 8 weken, heel een trainingsschema om te gooien. Zodat je lichaam niet gewend raakt aan al deze vormen van training. Dus dan kun je bijvoorbeeld die spiergroepen zoals ik ze net heb, twee voorbeeldschema's, kun je dan gaan wisselen. Dat is een klein voorbeeld van hoe je trainingsschema's kunt maken. Er zijn natuurlijk veel verschillende soorten trainingsschema's. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld om armen los te trainen. Dus dan train je bijvoorbeeld maandags borst, woensdag bijvoorbeeld rug en dan vrijdag bijvoorbeeld benen en armen. De armen zijn relatief kleine spieren, die zou je overal in kunnen plaatsen. Dan blijven natuurlijk nog de schouders over en die zou je bijvoorbeeld bij rug kunnen plaatsen. Vaak trainen de mensen rug en schouders omdat je ook traps wil trainen. Bij bijvoorbeeld je rug of je schouders. Die kunnen eigenlijk bij alle twee kun je die inplannen. Dan heb je dus op maandag alleen die borst. Die vragen mensen natuurlijk, Renato, wanneer train je buikspieren? Buikspieren kun je, als je in dit soort schema's werkt, dus 3 keer per week, kun je in principe bij elke trainingssessie een keer doen. Dus maandag, woensdag en vrijdag.
Maar je zou in principe ook op de rustdagen, dinsdag en donderdag, buikspieren kunnen trainen. Heel verschillend. Dit is eigenlijk een voorbeeld van hoe je een trainingsschema kunt maken. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten. Hoe ziet jouw trainingsschema eruit? Laat me weten in de reacties hier beneden. Ik ben wel benieuwd. Er zijn verschillende manieren om trainingsschema's te maken. Dit is gewoon een klein voorbeeld hoe je grofweg, als je 3 dagen per week traint, een trainingsschema in elkaar kunt zetten. Serenatus Fitness, succes, tot de volgende keer. We'll be right back.